Ah, evenwicht. Wie verlangt daar niet naar? Volmaakte rust. Wist je dat ook krachten een evenwicht konden zijn? Ja. Eerst eventjes een klein stapje terug, de tweede wet van Newton. Want als iets in evenwicht is, wat is het dan? Ja, dan is die A is 0. En dit hebben we dus toen gehad van, hey, A is 0. Dan geldt de eerste wet van Newton. Dus die haal ik nog weer eventjes naar voren. Wat zei de eerste wet van Newton? Die zegt van, als een voorwerp in stilstand is, of eenparig beweging, dus een constante snelheid, dan is de resulterende kracht op het voorwerp 0. En dat betekent dus dat er evenwicht is. Welke krachten kunnen allemaal in evenwicht zijn? In principe alle krachten, maar we gaan een paar eventjes bekijken. Allereerst is, ja, deze kracht, die weet je natuurlijk al, hè? Zwaartekracht. Maar die zwaartekracht die trekt hem naar beneden toe. En toch is er evenwicht, want hij blijft staan. Dus is er een kracht omhoog. Een kracht omhoog die de zwaartekracht opheft. En dat noemen we de normale kracht. De normale kracht is de kracht die een ondersteunend oppervlak uitoefent op hetgeen wat erop staat. Ja, dus belangrijk is, er moet een ondersteunend oppervlak zijn. En die normale kracht die staat altijd loodrecht op dat oppervlak. We pakken dit keer niet een persoon, maar een blokje van 2 kilogram en die ligt op een mooi hoogsnelheidsvlak. Hoe groot is de zwaartekracht? Nou, dat kun je wel berekenen, mkg. Dus komt het op ongeveer 20 newton uit. Hoe groot is de normale kracht? Nou, er is evenwicht. Dus is de normale kracht hier even groot als de zwaartekracht. Dus 20 newton ook. Wat nu als we het op een hellend vlak gaan doen? Hoe groot is dan de normale kracht? Nou, de zwaartekracht, dat is duidelijk, die blijft altijd gewoon loodrecht naar beneden toe. Oftewel, die verandert niet, is 20 newton. Maar de normale kracht, dat is de kracht die het oppervlak uitoefent op het voorwerp, die wordt kleiner. Ja, hij is nog steeds loodrecht op het vlak, maar hij is niet meer even groot. Waarom wordt hij kleiner? Nou, stel je voor, het vlak wordt nog een keer omhoog geschoven. Dan zal dus het contact tussen het oppervlak en het voorwerp steeds minder intens worden. En betekent dus, als er kracht minder is, ja, dat is een normale kracht. En helemaal stel je voor, het wordt helemaal zo. Ja, dan is er eigenlijk geen contact. Het voorwerp, hè, dat zal naar beneden toe zakken natuurlijk. Of de normale kracht hier is nul, want er is geen ondersteunend oppervlak meer. Een heel ander type kracht is een kracht in een veer. Een veer in rust hier, maar je kunt natuurlijk zo'n veer ook een klein beetje uittrekken. Zo, ja. Een uitwijking naar rechts, dat betekent dus dat de veer hem terug wil trekken. En je kunt je voorstellen dat aan de linkerkant, ja, als je daar een veer ook zo beetpakken, dat je daar ook een kracht ziet. Ja, dus die veerkracht die is meteen aan beide kanten aanwezig. Hoe groot is F4? Die is gelijk aan een constante keer de uitwijking. Ik kom zo meteen daarop terug, maar je kunt natuurlijk ook die veer niet uitrekken, maar induwen. Ook dan is er sprake van een uitwijking. En er is weer een sprake van dat de veer een kracht uitoefent. Nou, net de andere kant op. En ook daar, hè, de veer zal ook tegen de kant aanduwen. Hier geldt hetzelfde. Hoe groot is de veerkracht? Ook hier weer een constante maal de uitwijking. Het maakt dus niks uit of je hem nou trekt of duwt. Je berekent de veerkracht altijd met C keer U. Die C, dat wordt de veerconstante van de veer genoemd. De eenheid is newton per meter. En dat moet ook wel natuurlijk, want als dit hier als eenheid newton heeft en de uitwijking meters, dan moet dit newton per meter wezen om het zaakje in evenwicht te houden. Evenwicht. En uitwijking, dus in meters. En dan zie je dus newton gedeelde meters, maal meters, oftewel je krijgt daar de veerkracht in newtons. En let op dat de veerkracht altijd tegengesteld is aan de uitwijking. Een veer probeert altijd weer herstelwerkzaamheden uit te voeren.
en dan aandacht voor, kijk eens aan, daar hebben we het, Stampertje en Bambi. Zoals je weet kan Bambi, het hertje in dit geval, kan ontzettend moeilijk op ijs lopen, terwijl Stampertje het ontzettend makkelijk kan. Hoe kan dat? Nou, dat heeft natuurlijk te maken met de poten. Kijk, daar hebben we een poot. Nou, lijkt me niet dat dat van een hert of van een konijn is. Nee, het is van een ijsbeer. En die heeft behoorlijk goed grip. Hetzelfde bijvoorbeeld als je hier hebt een schaats. Die kan ontzettend goed glijden, terwijl een spijk ontzettend goed kan afzetten. Het heeft te maken met wrijving. Ja, de een heeft goede wrijving, kan goed lopen, de ander juist niet en die glippert maar wat rond. Je hebt verschillende soorten wrijvingen en een van de wrijvingen is schuifwrijving. Nou, duidelijk hè, bij schuiven krijg je schuifwrijving. En stel je voor, je duwt tegen iets aan, dan zal in het begin zal er geen beweging zijn, want er is steeds wrijving en een wrijving die neemt toe tot een bepaald moment en daarna kan een wrijving je niet meer tegenhouden. Je kunt dit ook eventjes in een grafiekje zetten. Ja, ik heb een grafiekje. Aan de ene kant de duwkracht en aan de andere kant de wrijvingskracht. Nou, eerst eventjes zonder duwen is de wrijvingskracht ook 0. En nu begint te duwen en in het begin is de wrijvingskracht even groot totdat je een bepaalde maximumwaarde komt. De wrijving kan niet meer toenemen en je krijgt dus dat er beweging is. Kortom, de wrijvingskracht is tot een bepaalde maximumwaarde, kan niet doen en voor de rest niks. En de schuimwrijving die is afhankelijk van het type oppervlak. Natuurlijk, op ijs heb je minder wrijving dan bijvoorbeeld op zand, etc. etc. En het is afhankelijk van hoe groot is je contactkracht. Ja, als je nauwelijks contact hebt, dan zweef je in feite eroverheen, heb je nauwelijks wrijving. Die maximale wrijvingskracht, die kun je berekenen, dat is een bepaalde constante maal de normale kracht. En de normale kracht hebben we gehad, die maximale schuifweerstand hebben we zo net ook een beetje al gehad. En die constante, dat noemen we de wrijvingscoëfficiënt. Die is afhankelijk van het soort materiaal. Ja, het heeft geen eenheid, want ik heb links en rechts al newton staan, dus die wrijvingscoëfficiënt die hoeft geen eenheid te hebben. En als je bijvoorbeeld het ene materiaal leer hebt en dat schuif je over metaal, dan is die wrijvingscoëfficiënt ongeveer 1,35. Doe je leer op hout, dan is je een stuk lager. Dat betekent dus dat leer op hout minder wrijving heeft. Een ander soort wrijving is de rolweerstand. En dat komt als je een rollend voorwerp hebt, bijvoorbeeld een wiel. Ja, die heeft, ondanks dat het redelijk makkelijk gaat, ook altijd natuurlijk een klein beetje weerstand, wrijving, en dat noemen we de rolweerstand. En die is ook afhankelijk van type oppervlak en ook van contactkracht. Het is dus een bijzondere vorm van schuifwrijving, maar niet bij het schuiven, maar bij het rollen. Nou, die hebben we ook gehad. En blijft over de luchtweerstand, de luchtwrijving. En nou, daar staat al, zodra je door lucht heen gaat, voel je de lucht tegen je aanduwen en heb je last van luchtweerstand. Oftewel, waar is het afhankelijk van? Nou, allereerst dus van, ja, je moet wel bewegen. De snelheid. Nou, als je stilstaat, heb je geen luchtweerstand. De vorm van het voorwerp. Nou, als je een of andere aerodynamische fiets hebt, dan gaat het makkelijker dan dat je een ontzettend grote logge fiets hebt. De eigenschap van lucht. Nou, is een lucht een hoog drukgebied? Betekent dat er veel luchtmoleculen zijn die je tegen kunnen houden. Ijle lucht juist niet. En dan krijg je deze prachtige formule om de luchtweerstand te kunnen berekenen. Waarbij dus V de snelheid is in meters per seconde. En je ziet, het is afhankelijk van V in het kwadraat. Dat betekent dus als de snelheid twee keer toeneemt, dat dan ook de luchtwrijving twee keer toeneemt. Belangrijk dus, want bijvoorbeeld oppervlak, het oppervlak verdubbelt de luchtweerstand ook. Dat is dus minder heftig. Dan die rho, je mag ook P zeggen, maar het is een rho, de Griekse letter. Dat is de dichtheid van lucht, kun je opzoeken in binas. FW lucht, dat is dus de luchtweerstand in newton. En dan hebben we de constante weer en dat noemen we de luchtweerstandscoëfficiënt.
En die is afhankelijk van heel veel dingen. Als je gewoon fiets hebt, dan zou je ongeveer 1,1 zijn. En racefiets, met zo'n mooi stuurtje erop, is 0,88. En als je zo'n sigaarfiets hebt, dan is die slechts 0,1. Je ziet dus, de luchtweerstand is afhankelijk van de vorm van de fiets. Kijk, hier hebben we een leuk iets. Hier zie je de schuifwrijving, dat is daar. Je ziet de rolwrijving, is daar. En er is ook natuurlijk hier overal de luchtwrijving. En bij ieder wrijvingssoort zie je dat die altijd tegengesteld is aan de beweging. Mooi, we laten ze mooi fietsen, schuiven. Wij hebben het eerst wel bekeken. Bedankt voor het aanhoren van mij. Tot horens, tot ziens.